Hey, dit is Matthijs van Man op Rijn. In deze video gaan we het hebben over de volgende vraag. Hoe werkt verliefdheid en hoe lang duurt dat eigenlijk? En zijn er manieren om verliefdheid in stand te houden? En om die vragen te kunnen beantwoorden, is het wel handig als we überhaupt weten wat verliefdheid en liefde is. En daarom wil ik graag dat je kennis maakt met Helen Fisher. Helen Fisher is een liefdesonderzoeker, zou je kunnen zeggen. Ze heeft namelijk tientallen jaren van haar leven en carrière gewijd aan het begrijpen en het onderzoeken van wat verliefdheid en liefde nou precies is. Wat intimiteit is, aantrekkingskracht en hoe dat allemaal met elkaar in verband staat. En het uitgangspunt van haar theorieën is dat je aantrekkingskracht, verliefdheid en hechting uit elkaar wilt trekken. En het is ook best logisch als je erover nadenkt. Want je hebt waarschijnlijk wel eens gehad dat je een ontzettend sterke aantrekkingskracht voor iemand ervaarde, maar niet verliefd werd op die persoon. Of misschien heb je wel een hele sterke chemie met iemand gehad, dat je kon lachen om zijn grapjes, veel dezelfde interesses deelde met die persoon, die gigantisch goed met elkaar kon opschieten, maar je voelde geen aantrekkingskracht. Je moet er niet aan denken om met die persoon in bed te belanden. En wat je ook ziet, is dat mensen verliefd op elkaar worden, een relatie aangaan, maar het toch op de klippen loopt en dat ze dus niet kunnen hechten en op een lange termijn met elkaar samen kunnen zijn. Sommige mensen ervaren verliefdheid ook als iets ontzettend intens, alles overwoekerend, terwijl andere mensen er wat meer rationeel in staan, bijna. Het is alsof ze heel langzaam zichzelf toestaan om verliefd te worden op iemand. Het verschilt dus heel erg. Wetenschappers zoals Fisher hebben de neurobiologische en cognitieve processen die ten grondslag liggen aan aantrekkingskracht, verliefdheid en hechting bestudeert. En uit die vele studies is er een model voortgekomen wat in kaart brengt welke stofjes, welke neurotransmitters een rol spelen bij verliefdheid. Want veel dingen zijn terug te herleiden naar het brein. En we kunnen bepaalde gebieden en bepaalde stofjes aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld aantrekkingskracht, maar ook voor chemie, voor verliefdheid en voor het hechten aan een bepaald persoon. En Helen Fisher kwam erachter dat er een systeem is van 3 verschillende liefdestadia. Het eerste liefdesysteem dat Helen Fisher vond was aantrekkingskracht. Het verlangen naar iemand. Je voelt je aangetrokken tot die persoon. Het tweede liefdesysteem is romantische liefde. En hier spreken we dus echt van verliefdheid, zoals we dat kennen. Dat je een beetje spanning voelt als je bij iemand in de buurt bent. Dat je misschien wel vlinders in je buik voelt. Een hele fysieke sensatie. Je denkt heel veel aan die persoon. Bijna obsessief. En dan het derde liefdesysteem is hechting. En hier gaat die verliefdheid over naar houden van. Wat ontzettend belangrijk is voor langdurige, liefdevolle relaties. En mocht je daar meer over willen weten, kijk dan eventjes hier. Ik heb er namelijk een heel artikel over geschreven waarin ik daar tot in de kleinste details alles uitleg over wat dit systeem precies inhoudt. Helen Fisher die wist die 3 verschillende liefdesystemen te onderscheiden aan de hand van neurotransmitters. Wat je ook gewoon stofjes in de hersenen zou kunnen noemen. En onderzoekers denken dat verliefdheid en liefde evolutionair nut heeft. Want stel je voor dat we alleen maar in dat eerste liefdesysteem zitten, die aantrekkingskracht. Dan zouden we misschien wel een avondje met elkaar rollenbollen, maar vervolgens weer de deur uitwandelen en na 9 maanden is er opeens een baby die zonder papa moet opgroeien. Daarom helpt het heel erg dat als je aantrekkingskracht voelt voor iemand, dat je dan verliefd kan worden op die persoon, zodat je meer wilt gaan investeren in die persoon. Je bent obsessief bezig, je wilt alles weten over die persoon. En daardoor ga je een band vormen. En als die band eenmaal tot stand komt, kom je in dat derde liefdesysteem terecht, waarbij je daadwerkelijk gehecht bent aan iemand. Je wilt leven met die persoon. En het is belangrijk, want mensenkinderen hebben in vergelijking tot allerlei andere zoogdieren een gigantisch lange tijd nodig om zelfstandig te zijn, om volwassen te worden. Als je alleen al kijkt naar het eerste jaar van een mensenkind, als we nog een baby zijn, dan doen we niet veel anders dan luiers volpoepen en een beetje huilen dat we hongerig zijn. Nou, houdt het echt wel een beetje bij op. Terwijl een antilope bijvoorbeeld, of een hert, vrij snel op de benen staat en dan kan wegrennen voor roofdieren. Terwijl mensenkinderen een hele lange periode ontzettend kwetsbaar zijn en dus een sterk koppel nodig bij de ouders, idealiter, zodat het de grootste kans heeft om te overleven. Dat is het evolutionaire nut dat veel onderzoekers toedichten aan verliefdheid. Nu zijn er dus allerlei stofjes in de hersenen zoals dopamine, serotonine, oxytocine,
nog wel een paar, die een belangrijke rol spelen bij die verschillende liefdesystemen. Dus laten we eens dieper duiken in de wereld van stofjes in onze hersenen. Sommige onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat verliefdheid in de hersenen lijkt op het gebruik van cocaïne. Ja, het komt omdat cocaïne werkt op de hersengebieden die plezier reguleren. Cocaïne stimuleert die gebieden. En dat doet cocaïne door de drempelwaarde dat wij bepaalde neurotransmitters afvuren, verlaagt. Wat betekent dat het makkelijker voor neurotransmitters, voor die stofjes in je hersenen, wordt om afgevuurd te worden, waardoor je sneller en gemakkelijker plezier ervaart. En dit is precies wat verliefdheid ook doet. Daardoor zie je zelfs de wereld wat rooskleuriger. En is het bekende roze bril effect, dat je je partner door een roze bril bekijkt en alleen maar de mooie kanten van die persoon ziet. Je hebt daadwerkelijk een vertekend beeld van wie die persoon is. Dat is wat verliefdheid met je doet. Het stofje dat hierbij een belangrijke rol speelt is dopamine. Wat ervoor zorgt dat je wat flexibeler wordt en je gemakkelijker met iemand gaat samenleven. Je wordt wat makkelijker in de omgang. Daarnaast hebben onderzoeken aangetoond dat mensen die verliefd zijn lagere levels hebben van serotonine. Om een vergelijking te maken met wat het met je doet. Mensen met een obsessieve, compulsieve stoornis, OCS, hebben ook lagere levels van serotonine. Wat betekent dat dit een reden is dat je zo gigantisch veel met die persoon bezig bent. Dat je obsessief bezig bent met wat die aan het doen is, of die je WhatsApp-berichtje al gelezen heeft, of die wel op tijd terugreageert, waar die precies uithangt, wat die van je denkt. Je gaat dat helemaal overanalyseren. Net zoals iemand met OCS te veel bezig kan zijn met een kleine handeling en daar ook helemaal obsessief mee bezig kan zijn. Er is nog iets interessants aan de stofjes in die liefdesystemen. Wat onderzoekers namelijk hebben gevonden is dat oxytocine, een soort commitment regulator, een hele belangrijke rol speelt bij het daadwerkelijk hechten aan onze partner. Er is een onderzoek waarbij ze prairiewolven injecteerden met oxytocine. En wat ze vonden is dat die prairiewolven vrijwel direct een band aangingen, een soort partnerschap met een andere prairiewolf. En dit stofje, vermoeden onderzoekers, zorgt ervoor dat wij op de lange termijn aan onze partner gaan hechten en lang bij elkaar gaan blijven. Heel interessante informatie, Matthijs. Alleen, wat ik me nog steeds afvraag is, hoe lang duurt verliefdheid nou precies? En kan je er iets aan doen om dat te rekken? Oké, ik zal je niet langer in spanning houden. Verliefdheid duurt ongeveer 6 tot 24 maanden. Als je de traditionele onderzoeken en overtuigingen in onze maatschappij tenminste gelooft. Het probleem hier is namelijk dat onderzoeksresultaten nogal variëren. Er is niet één grote consensus over hoe lang verliefdheid exact duurt. En er is nog een groot probleem hiermee. Als jij dit gelooft, dan kan het zo zijn dat je er vrede mee hebt dat je na 2 jaar of misschien zelfs een half jaar gewoon niet meer verliefd bent in een soort van broer- en zusrelatie terecht gaat komen. Waarbij die heftige mooie emoties van verliefdheid geen rol meer spelen in jouw relatie. Mocht je trouwens willen weten hoe je uit zo'n broer- en zusrelatie komt, klik dan hier. Ik heb er namelijk een artikel over geschreven. Maar de reden waarom ik hier zo de nadruk op leg, dat dit een probleem is en dat we er niet zeker van zijn of verliefdheid daadwerkelijk zo lang in ons leven een rol speelt, is omdat er ook onderzoeken zijn die aantonen dat de hersengebieden en de stofjes die die intense verliefdheid, die romantische gevoelens teweeg brengen, tientallen jaren actief kunnen blijven. Het is dus mogelijk om zelfs na 20 jaar, 30 jaar nog steeds af en toe, of heel vaak zelfs, verliefdheid te ervaren voor je partner. Mits je weet hoe je die gebieden en die stofjes kunt beïnvloeden. Mits je weet hoe je verliefdheid kunt opwekken. Wat het precies is, wat het in de weg staat. Hoe je verlangen kunt opwekken. Al die dingen tezamen. Veel mensen denken dat dit gewoon hoort te gaan. Je verliefdheid is er of het is er niet. Je bent verliefd of je bent er niet. Liefde is er of het is er niet. Hier heb je veel meer invloed op dan dat je zelf denkt. En de overtuiging dat het er gewoon hoort te zijn, zorgt ervoor dat je in een soort passieve rol komt waarbij je niet je best doet voor die relatie op een manier die de verliefdheid positief zou beïnvloeden. En wat er dan gebeurt is, als de verliefdheid weg ebt,
dat jij in de stress schiet. Je gaat jezelf opeens afvragen van, oké, maar ik ben niet echt meer verliefd. Die gevoelens die ik aan het begin van de relatie had, voel ik niet meer. Klopt deze relatie dan wel? Is hij wel de juiste voor mij? Houden we nog wel van elkaar? Is er niet iets heel erg verkeerds aan de hand? En al die dingen zorgen ervoor dat je misschien wel weggedreven wordt bij je partner. Terwijl als jullie aan die verliefdheid zouden werken, dat helemaal niet nodig is. Misschien is het wel zo dat jij totaal geen passie meer voelt in je huwelijk. Of in je relatie na 20, 30 jaar. Wat ook zonde is, want er zijn wel degelijk dingen die je kunt doen om die verliefdheid in stand te houden. En daarom heb ik iets voor je. Ik heb namelijk een rapport geschreven waarin ik je vertel over de 3 schakels van het mannenbrein. En die 3 schakels kan je gebruiken om jouw relatie of potentiële relatie verliefd te houden, passievol te houden en het verlangen in die relatie intens te houden. Er zijn namelijk wel degelijk manieren om jouw relatie een droomrelatie te laten zijn. En ik weet het, dat klinkt nu misschien van, wow, is dat echt mogelijk? Dat zal wel heel veel geld kosten en zo, en daar zal wel van alles voor terug willen. Nee, zo is het niet. Dat rapport stuur ik geheel gratis naar je toe. Het enige wat je daar wel voor hoeft te doen, is je e-mailadres in te vullen. En als je dat e-mailadres hebt ingevuld, dan stuur ik dat rapport gratis naar je toe. En dan ontdek je wat die 3 schakels zijn en hoe je die verliefdheid in je relatie kan behouden. Want dat is waar het me uiteindelijk om gaat. Dat jij een relatie hebt waar je niet alleen kan zeggen op verjaardagen van ik ben geen single meer. Maar waar je daadwerkelijk thuis in voelt. Die goed voelt en waar je nog steeds verliefdheid in ervaart. Dus ga naar de beschrijving om op de link te klikken. Of klik gewoon hier. Dan ga je namelijk rechtstreeks naar dat rapport toe. En dan zie ik je daar.